Hallo, hallo, my little friends. Oké, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben mega hyped up, omdat ik me helemaal de tering verveel. Zoals waarschijnlijk heel Nederland. Maar hey, we doen het er maar mee. In deze video shop my closet. Ik heb zin om lekker eens eventjes te kijken wat ik nog in mijn kledingkast heb hangen. Wat ik eigenlijk niet zo vaak draag en of ik daar leuke outfitjes mee kan maken. In ieder geval outfitjes. Ja, ik ga gewoon lekker kijken. Lekker in mijn kledingkast rommelen. Heb ik zin in. En ik weet dat jullie dat al super leuk vinden om te zien. Dus let's go. Oké, ik zal zo normaal mogelijk proberen te doen, maar ik kan het je niet garanderen in deze video, gezien mijn huidige status. Ik kwam laatst deze tegen, of ik kwam, wat zag ik nou laatst? Ik zag ergens een foto voorbij komen, of ik zag iemand voorbij komen. En die had een crop top aan, met daaronder een rokje wat nogal wijd uitliep. Een beetje een A-lijn rokje. En dat vond ik zo leuk, dat ik dacht, daar moet ik iets mee doen. En dan heb ik het over deze cropped sweater. En ik heb ook zo'n A-lijn rokje. Dus die ga ik er ook bij pakken. En kijken of dat matcht. Dat matcht natuurlijk, jongens. Want ik heb natuurlijk die outfit al een keer aangehad. Hey. En het is de A-lijn rok die ik bedoel. En wat ik had gedaan is, ik had hem gecombineerd met enkellaarsjes. En met hoge laarzen. Dat ga ik wederom doen om het aan jullie te laten zien. Want beide vond ik eigenlijk best wel leuk staan. En nee, niet de hele video heb ik al alles aangehad. Want dat vind ik niet zo leuk. Ik ga ook gewoon kijken voor nieuwe outfits. Want dat vind ik gewoon veel leuker om te laten zien aan jullie. In verband met mijn reactie. Die is dan wat verrassender. Zullen we het maar noemen. Let's go. Dit is de eerste outfit. En ja, ik vind hem eigenlijk echt super leuk staan. Ik vind het ook veel mooi dat dit een beetje overlapt. Ik heb er een zwart hemdje onderaan gedaan. Want ja, ik vind het niet mooi als je... althans, ik vind het bij mij niet mooi als ik een blote buik zou hebben. Ik vind dit gewoon classy en elegant staan. En ja, dan met de hakken eronder. Ja, op zich staat het wel super leuk, vind ik. Nou ga ik even die andere schoenen eronder aan doen. Dat zijn hogere laarzen. Tot aan de knie. Zo, even de belichting wat hoger gezet. Omdat het hier nogal donker is. Dit is de outfit met hogere hakken. Of met hogere laarzen. En ik denk dat dit wel mijn favoriet is. Vind ik toch net wat mooier staan of zo. Maar al met al, ik vind hem echt, ik vind het echt een leuke outfit. Zeker omdat het de crop top is en dat is toch iets wat ik niet zo heel vaak draag. Maar ja, op deze manier staat het eigenlijk prima. Reed trouwens mijn outfit. Oké, dit klinkt echt heel raar, maar ik bedoel hiermee. Ik ben echt super benieuwd wat voor cijfer jullie iedere outfit geven. Dus laat in de reacties even weten wat voor cijfer je dus deze outfit geeft. En ook de rest van de outfits. Voor de volgende outfit wilde ik iets doen met deze rok. Die kocht ik laatst namelijk bij de kringloop. Ik vind hem echt super leuk. Volgens mij heb je hem trouwens ook gezien in de video met de laatste kringloop shoplog. Deze is van de H&M. En ik heb eigenlijk geen idee wat ik hier nou bovenop kan doen. Dus daarmee ga ik aan de slag. Nu leek me dit wellicht leuk. Deze combi, die kleur zit ook in dit, deze blouse. Of een van deze twee kooltruien. Ik heb het nog steeds zo koud. Het is al super mooi weer aan het worden. Het is echt lenteweer aan het worden. Maar echt jongens, ik ben zo'n koukleum. Zeg maar dat ik niet de enige ben, alsjeblieft. Want ik loop gewoon nog steeds met een sjaal om. Ik heb het echt zo koud. Dus vandaar ook dat ik lekker kies voor een kooltrui en lange mouwen. Een van deze twee kleuren dus. Ik ga ze gewoon allebei aantrekken en kijken welke het mooiste is.
En voor de schoenen ga ik nog even kijken, want ik heb geen idee of het überhaupt bij elkaar matcht en wat dan qua schoenenmooi erbij zal zijn. Dus dat ga ik op het moment suprême even kijken. Oké, jongens, ik heb echt iets te grappigs gedaan. Dit kan nog wel, hè? Dat is niet heel raar of zo. Maar dan... Tada! Oh, ik vis in mijn broek. Deze schoenen, jongens. What was I thinking? Ja. Dit is echt te grappig. Gewoon, nee, nee, nee. Dit gaat hem niet worden. Ik ga even andere schoenen uitzoeken. Dit zou kunnen... Alleen dit loopt echt voor geen meter, dit soort schoenen. Maar qua kleur zou het wel kunnen. Ik ga nog even verder kijken. Oké, even de verlichting erbij gepakt, want het is al 's avonds. En deze schoenen zouden er wat mij betreft wel bij kunnen. Ik weet natuurlijk niet hoe jullie erover denken. Maar ik heb nog andere schoenen die er eventueel ook bij zouden kunnen. Dus ben ik heel benieuwd welke jij leuker vindt. Deze. Of deze. Ik twijfel een beetje. Dit geeft een beetje zo'n cowboy sfeertje of zo. Ik denk toch dat ik die andere leuker vind. Ik heb ook zwarte laarzen of zwarte schoenen erbij geprobeerd. Vind ik persoonlijk zelf niet zo mooi staan. Ik hou zelf denk ik meer van een beetje een beige tint qua schoenen. Maar dit wordt dan weer te country-ish of zo. Oké. Next! Wat zou je hierbij voor schoenen uitzoeken? Deze. Ja? Ja. Oh, grappig. Die had ik net ook al in mijn hand. Echt? Ja, maar past dat wel? Kijk. Ja, is maat 38, toch? Oké, eens kijken of dat David een beetje stijl heeft. Hij heeft wel weer een stylish punt. Ik vind de schoenen er wel erg mooi bij staan. Qua kleur matchen ze ook wel mooi. Dus het zou zeker kunnen. Ik had nog een optie in mijn gedachten, dus die ga ik ook even aantrekken. Maar... ik vind dit trouwens echt super leuk op elkaar staan. Deze kleuren matchen echt zo lekker met elkaar. David heeft wel echt een punt. Ik wou toch nog even laten zien hoe zwart matcht. En ja, ik vind dat gewoon niet zo mooi. Het maakt de outfit echt vrij hard. Ja, de schoenen van David winnen toch echt van mijn optie. Next! Oké, en toch nog even snel een outfitje met ook het witte kooltruitje. Of ja, wit, hij is eigenlijk een beetje crème kleurig. Sorry dat ik er geen BH onder... Of een BH, ik heb wel een BH eronder. Ik heb geen hemdje eronder. Want alle witte hemdjes zitten in de was. Dus, en ja, andere kleur, dat staat dan weer zo raar. Dus let daar even niet op. Nu dat ik het heb gezegd, ga je er overigens super erg op letten. Maar oké. De rest. Ik heb deze laarsjes erbij aangedaan. Van die soklaarsjes zijn dat. In een beetje een... ja, wat voor kleur is dit nou toch weer? Geen idee wat voor kleur. En op zich vind ik het wel super leuk staan. Ik ben echt dol op dit soort laarsjes bij van die kokerrokken. Vind ik echt heel erg mooi staan. Dus ja, ook deze outfit vind ik wel weer erg leuk. Misschien nog met een ketting erbij of zo, met een lange ketting. Dat het dat echt een beetje afmaakt. Maar op zich zou het zo ook al wel kunnen. Dus op naar de volgende en een compleet andere outfit. Ik ga nou even op Pinterest kijken voor wat inspiratie. Want ik wil niet alleen maar rokjes. Ik wil ook gewoon wat andere outfits aan jullie laten zien. En nou kom ik gelijk deze outfit tegen. Wanneer ik zoek op... Oh, is dat niet scherp? Wanneer ik zoek op lente of spring outfits 2020. En zoiets heb ik dus in mijn kast. En ik vind het echt super leuk eruit zien. Dus dat ga ik eens even bij elkaar rapen. Ik heb sowieso de witte schoenen daar staan. En het jurkje waaraan ik dacht was...
Dat zou deze kunnen zijn. Maar ik had eigenlijk een andere in mijn hoofd. Want deze hebben jullie laatst ook al kunnen zien in de kringloopshoplog. Dus het leek me leuk om gewoon even lekker een andere te pakken. En dat is deze. Die is ook wat langer. Alleen die van haar is volgens mij wat korter. Dus ik ga even kijken hoe lang deze is. En of dat een beetje hetzelfde is als wat zij aan heeft. En ik heb beneden nog een spijkerjasje liggen. Dus die ga ik er ook bij pakken. Oké. Okay. Haar spijkerjasje was wel een stuk leuker dan die van mij. Maar this is the best I can get. Dat ik eruit kan halen. Op zich, het staat niet eens zo heel erg verkeerd. Ben ik van mening. Het staat wel leuk. Het heeft wel wat. Ik heb de ketting die ik om had, heb ik gewoon even eroverheen gegooid. Over de outfit gegooid. En ik vind het op zich wel leuk. Ja, het is gewoon wat sportief. Ik zou het niet per se aantrekken, denk ik. Het is niet echt mijn ding. Ja, ik weet niet. Dit is niet echt wat, ja, waar ik me prettig bij voel, zeg maar. In mijn comfortzone. Dus, maar ja. Ik weet het niet. Oké, en de laatste outfit alweer. Ik was een beetje aan het scrollen op Pinterest. En kon niet echt iets vinden. Ik zag alleen een outfit met een leuke broek. En toen dacht ik, zo'n broek heb ik ook ongeveer. Alleen de rest van de outfit had ik echt totaal niet. Dus ik dacht, hé, misschien dat dit shirtje leuk staat op deze broek. En dan met sneakers die ik nu ook aan heb. Eens kijken wat eruit komt. Oké, niet helemaal wat je verwachtte waarschijnlijk. Maar ik wilde toch nog eventjes kijken hoe dit andere jurkje stond. Dus met deze mouwen. Die ik als eerst liet zien. Want die is namelijk wat korter. En ik merk dat ik dat toch wel echt wat leuker vind staan. Het is dan meer sexy meets sporty, om het zo maar te zeggen. Of sexy. Ja, gewoon wat. Ja. Het laat gewoon net wat meer huid nog zien. En niet dat ik dat per se mooi of leuk vind of zo. Maar ik vind het gewoon. Hoe moet ik dit nou weer uitleggen? Ik vind het gewoon leuker staan. Laten we het daarop houden. Het staat gewoon. Ja. Niet te sporty of zo. Niet sportief. Dit vind ik wel leuk. Dit zou ik wel gewoon ook aantrekken. Dus deze is beter, vind ik, dan de vorige jurk hierbij. Ja, nu echt door naar de andere outfit. Oké, eerste reactie in 3, 2, 1. Oké. Ik vind het een beetje een twijfelgevalletje. Oh, wacht even. Ik moet die broek sowieso nu dicht doen. Ik was een beetje lui. Dus ik ging er met mijn schoenen doorheen. Duimpje omhoog als je dat ook altijd doet. Met je schoenen door je broek heen. Oké. Anyway, anyhow. De outfit. Ja, ik weet het niet. Ik vind op zich dit gedeelte wel leuk bij elkaar staan. Als ik het nu zo zie. Op de camera. Ik ben alleen gewoon niet kapot van de schoenen eronder of zo. Wat voor schoenen zou jij hieronder doen? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Want op zich, dit staat wel. Dit heeft wel wat. Staat wel leuk. Op zich, ik weet het niet. Misschien moet ik er gewoon even aan wennen. Is dat het? En dat was ook gelijk weer de video voor deze week. Ik hoop dat je hem weer leuk vond. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond natuurlijk. En mocht je nu niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, zou ik het super leuk vinden wanneer je zou abonneren. Zie ik je natuurlijk weer super graag terug bij de volgende video. En tot die tijd, stay safe. Bye bye!